Ja, ik sta hier bij twee DJ's van het Glazen Café in Sittard. Hoe gaat het er nu toe? Twee dagen bezig, bijna, hè? Ja, we zijn toch al inderdaad twee dagen bezig. En op dit moment gaat het eigenlijk boven verwachting, als we het zo mogen noemen. Dus het gaat eigenlijk wel heel erg goed. Ja, boven verwachting, leg je dat uit? Nou, we krijgen niet alleen de reacties hier uit Limburg. We zitten ook verder buiten. Friesland krijgen we reacties. We krijgen uit Zaandam, Vlissingen, Volendam. Noem maar op, uit de gekste plaatsen komen de reacties. En ze staan gewoon versteld wat wij hier op die korte tijd hebben neergezet. Want besef, ja, we zijn 7 weken geleden daarmee gestart. En dit is gewoon een succes. Ja, het gaat gewoon boven alles. Ja, en hoe zijn die reacties? Ja, hoe zijn de reacties? We krijgen eigenlijk voor social media, mail, telefoon, noem maar op. Dus ja, het is eigenlijk heel erg positief. We hebben het evenement in 7 weken goed op de kaart hebben gezet. Ja, het is toch wel heel erg eigenlijk geëxplodeerd om het zo maar te noemen. Dus ja, het is echt ongekend wat voor veel reacties we krijgen. Ja. Mensen die doneren, mensen die plaatjes aanvragen. En positieve reacties, gaat dat ook over het doel, zeg maar, de voedselbank? Ja, absoluut. Dat is meteen wat de mensen zeggen. Het is, ja, met alle respect met de andere acties, het is regionaal voor de mensen, eigen mensen, zo gezegd. Zijn ze al bezig van, jongens, gaan jullie een tweede editie doen? Nou, ik denk dat die er zeer zeker gaat aankomen. We gaan het vanavond ook even op de stream gooien en ook als de café weer hartstikke vol zit, naar de reacties van de mensen. Maar zoals het uitziet, is 99,9% zeker dat volgend jaar weer een glazen café is. Ja. En, hoe gaat het er nu toe qua opbrengst, qua waar jullie het voor doen? Ja, inderdaad, we doen het voor de Voedselbank Zuid-Limburg. En het gaat nogmaals boven verwachtingen goed. We zitten al bijna tegen ons streefbedrag, zitten we al aan. Dus we hebben er eigenlijk nog een avond en morgen nog een hele dag te gaan. Maar we zitten er al bijna tegenaan. Dus ik denk dat we er nog overheen gaan. Dus En dat is wel de bedoeling, hè? Kunnen jullie nog een oproep doen, dat mensen nog geven? Nou, ik wil wel even het volgende vertellen. Stel dat we het streefbedrag halen en eroverheen gaan, dan wordt het gebied compleet uitgebreid. We proberen zoveel mogelijk huishoudens dan ook te voorzien voor een fantastisch mooi pakket. Mensen kunnen blijven doneren. Ook 's nachts kunnen ze nog doneren, want dat gebeurt ook. Ze kunnen online, als ze via de site gaan, www.glazencafé.nl, op de button van doneren drukken, instructies volgen en de rest komt vanzelf. Ja, en allemaal doen toch? Iedereen moet geven. Tuurlijk, iedereen moet geven. Ja. Dat is ook een verzoekje aanvragen. Ja, het kost gewoon een bepaald bedrag wat de mensen willen geven. Hè. Kijk, iemand geeft 10 euro, iemand geeft 20 euro, iemand geeft 1 euro. Het maakt niet uit. Alle kleine bedragen helpen, zeg maar. Als het bij het hart komt, precies. En nogmaals, wat wij al in het begin gezegd hebben, ik en Jos en de rest natuurlijk. Samen sterk deze dagen. Ja, dat lijkt me weer hoe we het hebben opgezet. Zou je even willen voorstellen? Ja, ik ben Louise Jansen en we hebben een eigen reality bij TLC al 5 jaar nu. En we willen eigenlijk duidelijk maken aan de wereld dat als je anders bent, dat je gewoon een gelukkig leven kunt leiden. Dat hebben we nu. Ja. En hoe is dat bij TLC? Hoe dat is bij TLC? Ja, ik werk met... om dat te hebben? Ja, we werken met hele fijne mensen samen en het is gewoon echt reality. Gewoon wat we in het dagelijks leven doen. En we hebben net een kindje gekregen die nu bijna 2 wordt. Dus we willen eigenlijk duidelijk maken dat iedereen recht heeft op geluk. Ja, iedereen heeft recht op geluk. Dat is ook een boodschap van deze actie eigenlijk. Hè? Naar de voedselbank. Wat vind je daarvan? Ik vind het een hele mooie actie. Ik heb zelf 3 jaar over straat moeten zwerven. Ik heb buiten moeten slapen. Dus ik heb het heel moeilijk gehad. Dus ik weet hoe het kan zijn als je niks en niemand hebt. Dus ik vind het een hele mooie actie. Ja. Ja. Kun je dan nog, als je dat wil, meer over vertellen over hoe dat was dan? Dat zwerven op straat. Want waar lopen die mensen tegenaan? Nou, weet je, ik werd niet echt geaccepteerd omdat ik vrouw wilde worden. Ik ben natuurlijk transseksueel en dat is voor mij geen taboe. Ik ben er gewoon heel open over. En dat werd niet geaccepteerd, dus ik heb 3 jaar een beetje over straat moeten zwerven. En dat was best wel moeilijk als je dan geen eten hebt of geen liefde, geen familie. Dus dit is een hele mooie actie wat ze zijn aan het doen. Ja, en je hebt net ook opgetreden. Hoe was dat? Vol café ook? Ja, ik vond het heel leuk om hier op te treden. Iedereen deed gezellig mee en ik vind het echt leuk. Ik hoop dat ik volgend jaar terug mag komen. Ja. Ja, ze zeiden zelf al dat ze mogelijk volgend jaar weer een actie doen, dus dat komt wel goed, denk ik. Heb je zelf ook al gedoneerd? Ja, ik heb zelf ook gedoneerd. Ik heb natuurlijk ook een nummertje dan aangevraagd. Mensen zijn mij voedselpakketten komen brengen die ik mee heb genomen. Een winkel, daar ben ik net geweest, die heeft een voedselpakket afgegeven. Dus ja, het gaat lekker los. Ja. Daarom is je hier. Leef gewoon voor je plezier. Let maar niet op wat ze zeggen. Jij hoeft toch niets uit te leggen. De drank die geeft je zo'n moed. Het is de kater morgen die je doet. Kom op, vertel. Kom op, vertel.
mozzarella, wel kom op vertel, kom op vertel. Wie is hier de mozzarella, wel kom op vertel, kom op vertel. Wie is hier de mozzarella, wel, die mag ik het vragen, zonder eens te klagen. Wie is hier de mozzarella?